Wikidata Sparkle Queries voor dreuzels. Ook als je helemaal niet kan programmeren of geen MySQL of Sparkle of wat dan ook kent, ook dan kan je queries formuleren via de query engine van Wikidata. We staan nu op query.wikidata.org en ik wil eigenlijk graag iets simpels aan Wikidata vragen. Namelijk, geef mij alle personen op Wikidata, of sowieso alle items op Wikidata, die een Women Writers Identifier hebben. Dus die een bepaalde value hebben voor de property Women Writers ID. Dus die ook staan in de Women Writers database. Hoe doe ik dat? De query engine, ik ben een dreuzel, dus ik ga echt geen Sparkle intypen. Ik heb geen flauw idee hoe dat werkt. Maar de query engine heeft een handig iets. Example queries. Als ik daarop klik, examples, kan ik... Ik begin eigenlijk altijd met katten. Geef mij alle katten. Beste query engine, geef mij katten. Dus als ik dit voorbeeld uitkies, dan krijg ik de query om katten terug te krijgen. Even checken of het klopt. Ja, ik krijg een aantal katten terug. Het leuke is, deze query geeft mij alle katten. Find instance of cat. Die kan ik zonder Sparkle in te typen aanpassen via dit blokje. Ik wil nu women writers. Dus geen katten, maar women writers. En wat wil ik daarvan? Ik doe dat bewust eerst, want anders werkt het niet. Ik wil daarvan zien welke gender ze hebben. Sex of gender. Waarom vraag ik dat? Omdat ik weet dat de Women Writers ID's ook soms toegekend worden aan mannen. Dus ik wil eigenlijk ook nog even kunnen checken welke dan man of vrouw zijn. Geef ze ook maar een afbeelding. Image. Afbeelding. Wat willen we nog weten? Ach, geboortedatum. Sterfdatum. En nationaliteit. Country of citizenship. Dit soort properties moet je wel een beetje weten wel hoe ze heten. Je kan die eventueel opzoeken via... In de tools heb je een linkje naar de HS Properties browser. Die open ik eventjes in een nieuw tabje. Even laden. Jawel, daar is hij, met enige vertraging. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, geef mij alle properties die iets met country doen. En dan krijg je een selectie van properties met landen. Dus daarmee kan je properties gaan zoeken. Dus met women krijg je alle vrouwgerelateerde properties. Dus hier vragen we naar B2533 Women Writers ID. Ik keer even terug naar de Sparkle query. Dus wat wil ik? In plaats van instance of cat, wil ik iedereen die Women Writers ID heeft. Ik kan eigenlijk gewoon de tekst intypen. Dus wat ik gedaan heb is, ik klikte op die instance of en dat kan ik gewoon veranderen. Ik kan een andere pakken. Dus bijvoorbeeld Women Writers ID, B2533, klopt helemaal. En nou, we willen niet Women Writers ID is een cat. Nee, we willen eigenlijk... Alles wat überhaupt ook maar om het even welke Women's Writers ID heeft. En hoe doe je dat? Ik ga dus nu stiekem toch even iets intypen. Namelijk de minimum. Daarmee zeg ik eigenlijk aan Sparkle. Geef me eigenlijk alles terug wat ook maar een waarde heeft. Stel nu dat ik hierachter nog dingen zou vragen via Sparkle. Dan zou ik ook nog dummy 1, dummy 2 en zo verder kunnen erbij plaatsen. Ik vraag naar item, dat is dan het Q-nummer wat ik terugkrijg, item label, sex or gender. Daarvan wil ik eigenlijk liever het label zien dan het nummertje. Dus daar zet ik even label achter. Kan ook hier. Country of citizenship, staat hier heel subtiel een labeltje achter. Als ik daarop klik, als het goed is, ik klik deze even weg, dan plaatst die er country of citizenship label. Dates hoef je niet aan te passen, die zien er meestal meteen goed uit. Even kijken. Natuurlijk zijn dit geen cats, maar women writers. En wat vraag ik nu? Geef mij het itemnummer, het label, het genderlabel, een afbeelding, geboortedatum, sterfdatum, en het label van het land, van burgerschap, van alle
dingen op Wikidata die als Women Writers ID iets hebben. Dus hier zie je eigenlijk al die vragen terug naar al die criteria ervan. Ga ik die query draaien? Gaat eigenlijk best wel snel. 1711 resultaten. En dan zie ik inderdaad een hele mooie tabel met heel veel personen, netjes. Inderdaad, heel veel vrouwen. Sommigen met een afbeelding, geboortedatum, sterfdatum. En sommigen met een land van herkomst. Ik ga toch nog iets extra leuks tonen. Je kan die op verschillende manieren displayen. Dus behalve dat je ze hier in een droge tabel ziet, wat al super nuttig is, kan je ze ook bijvoorbeeld... In dit geval hebben we ook afbeeldingen gevraagd, kan je ook een image grid laten genereren. Die heeft eventjes tijd nodig. Komt die aan. Afbeeldingen moeten er even inladen. Afbeeldingen zijn op een of andere manier stuk. Probeer het nog een keertje. Kan even een tijdelijke glitch zijn, want meestal krijg je dan echt mooie plaatjes meteen. Doet hij het of doet hij het niet? Ping, hallo. Jawel, daar komen ze. Kijk. De dames met afbeeldingen. Zo zie je een image grid verschijnen. Als ik ook bijvoorbeeld van alle countries of citizenships ook de coördinaten zou opgevraagd hebben, dan had ik dit ook als map kunnen, als kaart kunnen tonen. Dus dan had ik eigenlijk per land ook nog alle dames kunnen tonen. Dus dit is Wikidata MySQL voor muggles. Bijna geen programmeerkennis of geen Sparkle-kennis nodig. Heel makkelijk.